Hoe lang zit je al in de compost? Nou, echt al heel lang, maar als compostmeester, dat bestaat. Je bent compostmeester? Ja, dus en dat doe ik sinds een paar jaar. Het allerhoogst haalbare op compostgebied? Nee, dan begint het pas, hè. Dat is met alle studies. Daarna moet je het nog echt gaan doen. Ik begin gewoon met helemaal uit te zoomen. En met deze prachtige stok die ik in het bos vond gisteren. Ja. En daarmee ga ik dan zeggen, in de natuur bestaat geen afval. Je hebt een bodem in je tuin. Hè? De bodem is het belangrijkste, want daar groeit alles in. Dit zijn allemaal bakjes, deze vijf, allemaal compost. Deze is vanaf het begin van het jaar verzameld op een tuinderij. Aha. Daar is ook wat mest bij gegaan. Dit is de 2020 compost. 2020, precies. Maar die is dus wel al een paar maanden oud. Stinkt niet zo erg. Goede compost, stinkt nooit. Aha. Hoe beginnen we nou met compost maken? Op het groene lapje ligt wat er wel in kan. Oh, ik zat al te kijken van die sigarettenpeuken. Ja. Maar het groene lapje is goed. Je hebt hier je keukenrestjes. Al je organische rauwe restjes. Dus geen speklappen en zo? Geen speklappen en zo. Snijbloemen uit eigen tuin, die kunnen op de compost houden. Ik zie eierdoppen. Eierdoppen, precies. En daar is het wel handig van. Alle dingen die hard zijn, komt het op neer, die moet je een beetje klein maken. In feite kan alles dus op de compost wat rauw is. Ja. En bij voorkeur zonder gif. Ja. En gras kan ook erin. Niet te groot. Ja. Niet... Ga eens naar het verbodstoekje. De verboden dingen. Alle dingen uit de keuken, die zijn bewerkt. Brood is gebakken, niet goed. Het is ook prima om gewoon je spulletje dus te snoeien, te plukken, wat ongewenste kruiden eruit te trekken en op een mooie zomerse dag te laten liggen waar je ze getrokken hebt. Want dan heb je de kringloop gewoon ter plekke.